een chefspakket voor kerst. Hoe leuk is dat? Hou jij van koken, dan is dit pakket echt wat voor jou. Wat zit er allemaal in? Nou, een aantal dingen. Waaronder dit mes, ontworpen door Pascal Nasens. Ik vind het zo'n fijn mes. Hij ligt heerlijk in de hand en ik snijd er echt alles mee. Topmesje uit het pakket. En dan dit. Dit is wel een favoriet van mij, hoor. Gerookte bietjes met een klein beetje spek en laurier. Ontworpen door Johnny Boer en Oos Kersbeke. Heerlijk door een salade heen natuurlijk. Maar ik ben eerlijk, als de pot open staat, eet ik het gewoon zo op. En dan pasta. Ik hou ervan. Zeker in de decembermaand mag het smaak hebben. In het pakket vind je er twee. Waaronder een pasta met Barolo wijn en een met truffel. Heerlijk om een heel mooi gerecht mee te maken. En dan een Magic Happens, ik weet niet of u het kent, met de panipuri. Het zijn hele kleine dunne deegplakjes. Als je ze frituurt, poppen ze helemaal op, kun je ze vullen. En dat is echt heel erg leuk voor een kleine amuse om mee te beginnen. Uit Suriname, de Barra Mix. En de Barra Mix die gebruiken wij om hele kleine hartige oliebolletjes van te maken. De mix is eenvoudig te gebruiken, je kunt je eigen smaak toevoegen. En dan heb je echt wat leuks om de maaltijd mee te beginnen. Ik hou ervan, een klein beetje pit, ja sambal lekker. Maar dan kies ik altijd wel voor eentje van hoge kwaliteit. Deze wordt gemaakt op basis van garnalen. Heel erg lekker. Azijn in de keuken voor een dressing natuurlijk. Heel graag. Ik werk heel graag met deze. Wordt gemaakt van citroenen uit Sicilië. Voor mij een klein beetje olijfolie erheen, een klein beetje zout. Dan heb je een topdressing. Heel mooi product. Wijn drinken tijdens het koken doen we normaal niet. Maar met december mag dat thuis. Dan kies ik voor een wat lichtere wijn. Maar wel eentje die heel erg lekker is en van hoge kwaliteit. Oftewel de Peter Semmeren wijn. De Pinot Grigio ad Alto Adige, en dat is het noorden van Italië. Heerlijke wijn om een klein glaasje van te drinken als je aan het koken bent. Verse kaas over je carpaccio, heerlijk. Maar rasp het dan zelf. Met deze handige rasp kun je eigenlijk heel eenvoudig een stukje verse Parmezaanse kaas over je carpaccio heen raspen. Top in de smaak. En dan gerookt zout. Wil je lekker die flavor erin hebben van dat smoky, dan is gerookt zout heel erg lekker. Een klein stukje vlees bijvoorbeeld even op de grill leggen. Daar overheen wat van het gerookte zout, geeft even een topsmaak. Ancioottenpasta. Dit ligt eigenlijk standaard bij mij in de keuken. Het is eigenlijk een pasta, een marinade op basis van wat chili en wat specerijen. Combineer dit vooral met kip. Heel erg lekker om te gebruiken. Klinkt misschien raar, maar gedroogde paddenstoelen. Dit zijn seps, ook wel eekhoorntjesbrood. De gedroogde variant is immens in smaak. Wat doe je ermee? Je week ze en spoel ze goed af. Er zit altijd een klein beetje zand in. Het weekvocht is als een bouillon en de paddenstoelen kun je daarna gebruiken voor een heerlijk gerecht. De Rolls Royce eigenlijk van de rijst uit Italië. Ja, dan kies je wel voor de beste kwaliteit. En dan vind je dat ook in het pakket uiteraard. Als laatste zit er ook nog bij in. Klinkt misschien raar, maar wij kopen visconserven. En deze uit Portugal is echt heerlijk. Klein beetje geroosterd brood op tafel, dit erbij zetten, blikje open. Heerlijk om te gebruiken. En kom je er niet helemaal uit? Ja, een goed boek is nooit weg. Dit is eigenlijk een basisboek voor het koken, dus als je nog wat hulp nodig hebt, is dit misschien wel een heel goed advies. En ook dat vind je in het pakket. Een toppakket voor iedereen die houdt van koken. Ik wens je hele goede kerst toe en blijf koken.